Jan Detert, vertel eens, wat is het verhaal van de Mulnstoete? Nou, het verhaal is in feite zo dat ik al heel lang met het idee rondliep om dat te gaan bakken. Maar goed, daar heb je een molen voor nodig. Dus op een middag ben ik maar naar de molen heen gegaan. En ik trof daar iemand aan en die zei, ik heb gevraagd gesteld van, vinden jullie dat wat om dat te gaan doen? Kunnen jullie een meel voor mij vermalen, zodat we Almeloos molenbrood of Mulnstoet kunnen bakken? Nou, daar werd heel enthousiast op gereageerd. Alleen men had toen nog niet in de gaten dat daar veel en veel meer voor nodig was. Dan maar zo even de molen laten draaien en een graankorreltje vermalen. Nou, de steen is, hebben ze moeten ribbelen anders zou de graankorrel verbranden. Er moest toch wel bepaalde know-how komen, zodat men dat onder de knie had om een constante kwaliteit te houden. Want anders, dat is natuurlijk wel te groot. De ene keer kun je wel goed meel hebben, maar de volgende keer moet het ook goed zijn. En er moet toch wel een goed consumptiebrood uitkomen. Dus dat had toch wel bij de molenaars een en ander voet in de aarde. En dat heeft ook echt tijd gekost voordat het men helemaal klaar had. Want ik kan me voorstellen dat er aan de hygiëne ook bepaalde eisen gesteld worden. Nou, ik moet zeggen dat ik de molen ook toen de eerste keer kwam, vond ik dat het keurig schoon was. En ik denk dat het ook veel een voorbeeld is voor vele ambachtelijke molens. Ik vond het zeer strak te uitzien. Dus dat gaf ook wel een stuk vertrouwen. Ja, toen hebben ze eerst kleine porties gedraaid en toen zijn we gaan bakken om te kijken. Nou, eigenlijk waren we verbaasd en ja, in de positieve zin dat het zo goed bakte. En van daaruit zijn we verder gegaan en zijn de charges wat groter geworden. En zijn we met de molendag zo in de markt gaan zetten. Het is nog niet het einde. Dat kost wederom veel tijd. Ook eigenlijk de wens en de gedachte is nog wel om over een enkele jaren te zeggen dat er hier in de buurt een boer is die zelf graan verbouwt voor ons. En dat we dat gaan vermalen, dus dat we nog een stukje verder in de keten kunnen gaan. Nou, dat is één van de ideeën. Andere idee is dat we nog een keer brood willen maken dan met echte melk. Dus echt melkbrood met melk van de koe, vers van de koe. Dan dat we gebruiken met de graan en dan een soort Almeloos melkbrood te maken. Thank you.